Jezus, jongens. Holy shit. La la la. Dames en heren, jongens, meisjes, een hele goede morgen. Hey, Dennert. Rust. Jongens, vrijdag zagen we natuurlijk dat we uit eten waren geweest en dat we lekker hadden gezopen. Nou jongens, dit is de dag erna. Wat is dit? Oh. Zo, goedemorgen. Wat fijn lijkt me als jij je gewoon goed voelt. Ik heb al gesport. Je hebt al gesport. Ik moest vanochtend om 10 uur sporten. Heb je al gescoord? Gescoord. Hey. Jij gaf een assist. Hey, Finn. Wow. Danny heeft gisteren, toen Willem sliep, zijn okselaar verbrand. Nee. Echt? Ja, maar ik heb dat dus niet gezien. Ik zag wel in de... Twee keer achter elkaar. Ja, maar in de vorige vlog van vrijdag zag je inderdaad dat Danny op jou sprong. Alleen ik had niet gezien dat hij je okselaar had verbrand. Dat is de tweede keer, toen jullie thuis kwamen. Ah. Doe jij het gewoon even normaal? Nee, ik heb ook gekwijt. Laat me rust. Ik ga van mijn bed af. Ik zweer, ik gooi je naar beneden. Vind je hoe bij jezelf dat gaat? Ja. Medium, hè? Ja, maar kijk, ik had eigenlijk eerst even moeten eten en dan erin moeten gooien, want dit is zeg maar, nu zit het wel een beetje vol. Of in een bakje doen. Jongens, vandaag is het een hele regenachtige dag. Moet je eens eventjes kijken. En straks om 2 uur gaat het dus echt lijp stormen gewoon. Echt, fuck. Hoe harde windstoten? Oh, kut. Wow. 120 km/u. Hoeveel? 120 km/u. Wind. Stoten. Jezus. En bij de Waddeneilanden kan het tot 140. Wat gebeurt er dan? Zeg maar, hoe heftig? Ik heb dat eigenlijk... Heb jij dat ooit meegemaakt? Ja. Ik ben 1 keer vanaf Chicago teruggevlogen. Er was een vlucht van 7 uur. Nee, 8 uur. Met die windstoot. 8 uur. En dan met die wind. En toen, in plaats van 8 uur, deden we er 6,5 uur over. Omdat de wind mee hadden. Jezus. Ja, ik wil dus wel wat gaan doen, zeg maar. Straks gaat het dus echt gewoon echt lijpstorm, wat ik al zei. Zieke wind. Dus ik wil gewoon naar buiten gaan en eigenlijk gewoon een beetje ermee gaan spelen. Dus ik ben benieuwd hoe heftig het gaat worden. Code rood in kustprovincies. Ja, Finn. En we zijn een kustprovincie, wist je dat? Zo, jongens. Kijk dan, joh. Die platen. Wat een storm, jongen. Wat een storm. Gekheid. Oeh, jongens, kijk. Storm, jongens. Oh. Of misschien heeft het niet met de storm te maken, hoor. Er gaat iemand op haar bek. Piek. Hey, er ligt ook een kind. Wat? Oh, what the fuck? Piek. Kijk, er ligt een kind. Gaat het hele bord? Wat is het bord? En hier de auto, daar beneden. Wat is er gebeurd? Er ligt op de grond. What the fuck? Wat? En er ligt ook een fiets daar. Als het op je auto komt, maat. Zo. Zo. Dat is je boot. Jezus, jongens. Kijk dan. What the fuck? Holy shit. Check even die golven, joh. Pik. Kijk even. Kijk dit. Kijk die golven, gast. Jezus. Dit is wel lijp, hoor. En het is tijd. Het moment van de waarheid. We gaan naar buiten. Let's go. Dan, heb jij een muts nodig voor je haren? Ja, een netje. Een netje. Anders gaan ze haren worden hoor. Danny's bedje blijft hier lekker liggen. Ja. Want vanavond gaan we gewoon weer uit. Danny gaat helemaal nergens heen, hoor. Danny gaat gewoon mee. Nee, Danny gaat, jij gaat 100% mee. Nee, jongens, nee. Danny gaat gewoon mee. Tuurlijk gaat Danny mee. We laten het een beetje lekker liggen voor Danny. Kijk. Wat? Oh. Kijk dan, Pik. Voor jou, Pik. Ze wordt bijna gewoon helemaal... Oh. Pik. Hè? Oh, daar gaan we. Jezus. Danny ook gewoon gehad. Lekker, jongens. Doe dat eens. Hé, je kon springen, Pik. Dat was...
Oh, oh. Dit werkt al, toch? Vliegen! Nee, dat wordt serieus. Oh, dat heeft een goede winst ook komen. Kijk even dit. Jongens, mijn camera is een beetje nat. Maar kijk dit. Holy shit. Oh, fuck. Fuck. Nou jongens, we hebben de drank weer binnen voor vanavond. Dus dat is top. Ja, nu komt jouw grap. Maakt hij een grap? Ja, ja, ja. Ik kan iedereen. Zeg maar, zeg de grap maar. Nee, ik ga het niet meer doen. Puur omdat jij wilde filmen. Willem maakte net een hele leuke grap. Hij zei van, nou, we hebben absoluut wodka. Ja. We zouden eigenlijk straks uitgaan, maar vanwege de storm gaan alle clubs dicht in Amsterdam. Heel zonde. We vinden zonde. Nee, we willen zonde. Nu kunnen we gezellig een feest gaan bouwen hier thuis, jongens. Nu gaan we een huisfeestje geven. We hebben net al lekker gebierpompt hier op het balkon. Die ramen trouwens die gaan echt helemaal tekeer. Maar goed, we gaan nu hier gewoon een feestje bouwen. Gezellig met z'n allen. Hé, hey, dit is een mooi. Dit is helemaal echt, joh. Hey. Mooi lichtje. Hey. Mooi lichtje. Goed hoor. Dit is trouwens de lamp die ik altijd gebruikte vroeger in mijn video's die achter me stond, weet je wel. Toen ik nog ging reageren op Brugles en zo, zag je op de achtergrond altijd ja, lampjes en zo. Dat was deze lamp! Maar nu gaan we hem gebruiken voor het feestje. Hallo! Bas! Wat ga je naar de kop? Welkom bij een nieuwe vlog. En we gaan openen met... Je ziet het gewoon, we zijn er weer. Ben ik goed in beeld? Voor de vlog. Hey, baby. Ja jongens, we hebben een hele leuke avond gehad. Het was hartstikke gezellig. En dit is een beetje een soort van het resultaat. Ja, door Danny. Door Danny, inderdaad. Door Danny. Slaap lekker, Dan. Ik zie je morgen, jongens. Dames en heren, jongens en meisjes. Een hele goede morgen. Potjandori. De storm is gaan liggen. En het is weer gewoon lekker normaal. En het is zelfs ook nog een beetje zonnig. Potjandori, kom je in de woonkamer, is alles al schoon. Maar ben je toch een toppertje, Wim? Wat ben je toch niet alleen, ook het, ik wil ook een shout-out. Oh, wat goed. Ja, jongens. Wat goed. Gols ook blijven slapen. Vind ik, jou was gisteren ook naar de kloten. Helemaal niet. Oh, dat was gewoon niet. Nee, dat was een boertje. Oh, dat was iemand anders. Nou, ik heb vragenlijst ingevuld van Lang Leven de Liefde. Ja? En misschien binnenkort zien jullie mij op tv. Nee, jongens, even serieus. Ik lag net op mijn kamer film te kijken, maar even check dit, hé. Hey, Goel! Hey, lekker man! Geregeld, hè? Zo, ja, Goel die werkt in een restaurant op het strand, maar dat is echt niet normaal. Nou ja, ik heb trouwens niet eens geproefd, misschien is het wel echt gewoon heel erg vies. Niet normaal vies. Maar het ziet er wel lekker uit. Maar het is dus truffel risotto? Ja, met een stukje eend. Lekker joh. Dat is goed. Hey, goedemorgen. Ik ben gisteren na het eten lekker mijn bed gegaan, want het was kapot. Het was kapot. Heren, hey. We hebben weer een loché, dan zit je er weer joh, hey. Gek. Jongens, serieus, dit bed is zo'n goede aankoop geweest. Ik had deze nog gekocht omdat ik toen nog geen eigen matras had, gewoon echt geen bed. Toen had ik een matrasje. Maar ik dacht, ik wil toch even wat lekker liggen, maar deze wordt echt vaak gebruikt. Dus dat is top. Verdomme jongens. Het is weer kloten weer. Het is nog steeds kloten weer. Het waait niet meer zo heel hard als vorige keer, maar het is nog steeds wel echt slecht weer. We gaan eventjes broodjes halen en kwark. Jullie gaan weer echt stunten. We hebben natuurlijk een kok in ons mee. Wat gaan jullie maken? We gaan een gefrituurd eitje maken. Spinazie, kreeg je zalm erbij. Jezus, heerlijk. Goh, wat een stunters. Ik ga een broodje gezond maken. Vandaag is het echt een typische zondag. Wij zijn natuurlijk al vanaf donderdag best wel een beetje aan het feesten. Donderdag waren we bij het eten in Scheveningen. Vrijdag een feestje. Gisteren heb ik dan eigenlijk niet zoveel gedaan, maar toch wel laat geslapen. Dus het is vandaag echt een heerlijke zondag chilldag. Maar moet je ook eens even kijken, jongens. Het is echt vreselijk weer. Weer. Het is ook vreselijk weer. Oh, kijk eens eventjes. Het stormt buiten weer, dus we dachten, makkelijke optie. Heel makkelijk. Makkelijkste optie. Goel heeft een probleempje, maar ja, dat moet hij zelf even oplossen. Het is echt heel erg, ja, het is een heel grappig probleem. Ik denk alleen dat kunnen we even niet vertellen in de vlog, maar het is wel leuk. Ik heb net een video opgenomen waarin ik ga reageren op TikTok. Maar die is gisteren online gekomen, dus heb je die nog niet gezien? Ga het eventjes checken. Ga het even kijken, het is leuk. Zo, ik heb heerlijk gegeten en ik ga lekker mijn bed in een keertje vroeg.
elke avond, vooral in het weekend. Ik ga best wel laat naar bed eigenlijk altijd. Sowieso een beetje rond een uurtje of half één ga ik pas slapen, want ja... Dat is gewoon hoe mijn ritme is. Zo heb ik het zelf een beetje verpest eigenlijk, zeg maar. Want als ik nou eerder zou gaan slapen en ik zou ook vroeger opstaan, dan ga je eraan wennen en dan hou je een ander ritme. Maar goed, ik ga nu gewoon een keer lekker vroeg slapen. Het is nu volgens mij 10:30. Dus jongens, tot morgen. Goedemorgen. We gaan weer sporten. Ik ben echt nog niet wakker. Man. Kijk wat ik zit. Oh, jongens. Ik heb net al gesport. Maar ik word zo moe van dit weer, hè. Volgens mij is het echt al deze hele drie dagen, deze hele vlog al... Is het of aan het stormen, of het regent, of het is donker en grauw. Maar goed, we kunnen er niks aan veranderen. Maar wat ik net ook al zei, ik heb net al lekker gesport. Maar ik moet om 3:00 moet ik weer bij de fysio zijn. Dus ik dacht, ik ga niet het heen en weer rijden, zonde. Dus wat ik ga doen, ik ga lekker naar de zaak. Dan ga ik een video editen, even eten hier. Top. Jongens, ik heb alweer heerlijke naalden in mijn rug gehad. En het voelt echt een stuk beter. Ik ben deze keer ook niet getaped op mijn rug. Dus er zit echt veel minder spanning op je rug. Dus dat is een goed teken, we gaan lekker naar huis. Kijk eens eventjes jongens, we zijn op de 20e verdieping. Want ik ben hier met Michael. En Michael is degene van die vorige keer ook in de vlog was met de R8. En die was ook op zoek naar een huurappartement. Dus we zijn op de 20e, maar jongens, ik vind dit uitzicht zo fucking vet ook. Wauw. En die vloer hier, dit zijn tegels. En dan lopen die tegels zeg maar over naar het houten visgraat. Ik zei het ook al, als het allemaal beter gaat en ik ga meer geld verdienen, dan is dit wel echt een droomappartement hoor. Kijk hoe groot. Die keuken zo en dan de woonkamer. 3 slaapkamers ook. Ja, het is echt heel mooi dit. Zo jongens, ik vind deze vloer mooi. Je hebt hier nog een slaapkamer, hier een slaapkamer. Heb je hier echt een niet normaal grote badkamer. Kijk, dit is echt niet normaal. Kijk, tering groot. En dit is ook ideaal slaapkamer. Dit is heel groot. Je hebt uitzicht daar op de Zuidas, heel mooi. En de zon die komt natuurlijk daarop, of sorry, zeg ik het verkeerd, volgens mij komt de zon een beetje daarop en die draait dan helemaal rond. Dus je wordt wakker met een lekker ochtendzonnetje. En hier, ja, dan kan je echt een zieke inloopkast maken. Dat is ook dik hoor. Ja, dit is echt wel een hele fijne ruimte. Ik ben alweer de deur uit, want ik ga een keertje gezellig richting Rotterdam, richting Danny. Ik ben al lang niet meer bij Danny geweest, bij hem thuis. Ik ben heel erg benieuwd naar zijn huis nu. Volgens mij is er niet heel veel veranderd. Maar we gaan het zien en dan ga ik daar gezellig eten. We zijn aangekomen in Rotterdam en er is straks een heel leuk tunneltje daar. Dus dan ga ik eventjes mijn klappen laten horen aan jullie. Oké, jongens, we gaan de tunnel in. Ik heb hem nu in zijn... Even kijken, ik ga nu naar zijn 2 schakelen. Komt ie, jongens. Ze blijven zo hard en niet normaal. Ik heb hier lang niet meer gereden, maar volgens mij is deze toren, volgens mij, heet het nou de Zalmhaventoren? Ja toch, volgens mij is de Zalmhaventoren nu gewoon helemaal af. Daarbovenin is het helemaal van glas. Zo, dat ziet er ziek uit hé, niet normaal. En daar achter die boom wordt ook een toren uit de grond gestampt. Ze blijven ook maar doorgaan hier in Rotterdam hè. Maar ik vind het wel heel vet. Ik moet zeggen jongens, ik kwam op een gegeven moment heel veel in Rotterdam, want mijn ex woont natuurlijk in Rotterdam. En Gio woonde een tijdje in Rotterdam en daarna in Krimpen. Dus ik was heel veel, echt 2 of 3 jaar lang, heel erg veel hier in de omgeving. Maar jongens, ik vind het altijd heel erg leuk om hier te zijn. Ik weet niet, ik blijf Rotterdam toch even Rotterdam. Ook al ben ik in Amsterdam, maar eigenlijk toch blijft Rotterdam echt wel een plekje in mijn hart hebben. En ook elke keer als ik hier weer rijd, dan denk ik van ja man, dit is het echt. Wel echt, ook wel echt een hele mooie stad. Kijk dan jongens. Maar goed, we zijn bijna bij Danny en we gaan gelijk doorrijden, want we gaan uit eten. Dus dat is hartstikke gezellig. Maar ik ga proberen goede keuzes te maken terwijl ik uit eten ga. Dus veel groente en zo. We gaan het proberen. Ik heb een verrassing voor je. Ja? In plaats van dat we uitgaan, gaan we sporten. Ik ben misschien net in mijn bekkie. Heerlijk. Leuk hè? Oh, Dan, wat heb je een goed weekend gehad, jongen? Ik heb een heel leuk weekend met jullie gehad, jongens. Danny is gezellig. Danny is één nachtje blijven slapen gewoon. Anderhalve nacht. Nacht op die luchtbed voor jullie? Nee, dat gaat me te ver. Pik, eerlijk, het is gewoon een prima luchtbed. Hij lag toch best wel prima? Lag niet slecht. Nee, daarom, niet zeiken. Kijk eens even wat lekker, jongens. Lekker hè, Danny. Lekker smikkelen, jongens. En Michael zit daar ook nog naar. Wie? Michael, dat is die kale. Hier, ik? Nee, die andere kale. Die zit daar ook nog. De zanger, jongens. Ja, er komt dus vanavond... Oh, hij is er al. Hij gaat zingen. Is dit André zelf? Nee. Maat. Nee, kijk, het is maandag, dus ik dacht we gaan gewoon rustig uit eten, maar blijkbaar is dus hier echt een zangavond. Dus wat we gaan doen is, ik slaap bij Danny.
Daar gaat hij weer. Hey. Hij wil Kali zingen nog een keer. Ze geloven in mij? Nou ja, Vincent, hij wil nog een keer Kali zingen. Kali daar nog. Vincent wilde dat. Je hoorde toch net een man. Vincent Visser. Je hoorde toch net een man schreeuwen? Je hoorde net een man schreeuwen met Kali. Ja, ja. Dat was hij. Dus hij, ik wil dat hij nog een keer moet doen. Ja, ik vind het ook. Ja? Kali! Jij is de Kali. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ik vind dat hij nog voor ons doen. Ja. Hey! Dus ik heb niet de in de oh. Ja, la, 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 la. Michael is ook gezellig bij. Zoals jullie zagen was het hartstikke gezellig gisteren. Danny was lekker aan het zingen. Het was hartstikke leuk. We hebben echt genoten. Maar goed, ik ga de vlog voor vandaag afsluiten. Dus vond je dan een leuke video? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan zie ik jullie vrijdag weer. Joejoe!